Welkom in mijn video, waarin ik jullie wil laten zien hoe ik deze kaart gemaakt heb naar aanleiding van de technieken met Tim Holtz. Als eerste heb ik een inktkussen gemaakt van mijn stempel in combinatie met kat en draai. Met Archival inkt beïnkt ik mijn stempel en deze druk ik af op mijn kat en draai. Met een pen teken ik mijn acrylblok af. En knip ik hem uit op de afgetekende lijn. Ik neem de refills van de stress inkt met een aantal kleurtjes en daarmee kleur ik mijn foam pad in. Ik kies voor een wat roze, paarse en blauw tinten en misschien een beetje bruin. Ik kleur mijn afbeelding in. Het mooie van veld is dat wanneer de kleuren tegen elkaar aankomen, ze niet door elkaar heen geblend worden. Ik neem nu mijn stempel en ik gebruik mijn veld als een inktkussen. En doordat ik hem de grootte heb gemaakt van mijn acrylblok, kan ik mijn acrylblok precies op de rand leggen zoals ik gestempeld heb. Je kan ook zien ik neem een stukje manilla cardstock. Manilla cardstock wordt geleverd in pakketten van 12x12 inch en er zitten 10 vellen in. En ik heb hiervan één vel genomen en daar een stuk van ongeveer 12 centimeter van afgesneden. Ik neem mijn stempel. En die is nu beïnkt met de stressinkt. En ik stempel hem af op mijn cardstock. En ik heb mijn stempel in meerdere kleurtjes afgedrukt. Mijn foam pad kan ik afgedekt in een plastic zakje wegleggen en de volgende keer weer opnieuw gebruiken. Ik beïnkt mijn stempel goed. En ik maak nog een tweede afdruk. Ik neem een kaart, een basiskaart. Die heb ik gesneden uit een stukje straw cardstock. En de stempelafdrukjes die ik op maat heb gesneden. En op deze manier kan je heel veel stempelafdrukjes maken. Met een beetje de stressinkt bewerk ik de randen. Met de Edge Distressor rul ik de randen op.
Van de tweede snij ik een stuk af. Bewerk ik ook de randjes van de onderkant niet. Voordat ik ze vastplak, ga ik hem nog even overheen met de Perfect Pearl Mists. Deze mag je flink schudden. Er zit ook een balletje in. En als je ziet dat de kleurpigmenten goed gemengd zijn, is hij klaar om ermee te sprayen. En van enige afstand spray ik over mijn werk heen. Van sommige stempels heb je bij de stempels ook een embossing folder. En kan je de stempelafdruk in de embossing folder leggen en daarna nog embossen. Dan komt het relief wat je gestempeld hebt helemaal naar boven. Ik plak mijn ondergrond op mijn kaart. Wanneer je parels hebt in de kleur wit, kan je deze op kleur brengen met alcohol inkt. En daarvoor gebruik je de blending tool met het vilt. Dat is anders als de foam. De foam is speciaal ontwikkeld voor de distress inkten. En het vilt is ontwikkeld voor de alcohol inkten. Het vilt is ook veel dunner als het foam. Wanneer ik er het foam naast heb, kan je ook goed het verschil zien. Het foam is wit en blauw aan de achterkant waar het vastplakt aan de klittenband. En het is ook een heel stuk dikker. En het vilt is aan twee kanten, ziet er hetzelfde uit en is dun. Ik neem hiervan een beetje alcoholinkt op mijn foampje. En ik kleur hiermee mijn parels. En ook eventueel kan je hier twee kleuren met elkaar mengen. Een beetje blauw erbij. Voor blauwe pareltjes. En op deze manier kan je parels kleuren. Mijn straw cardstock bewerk ik ook nog met de distress inkt. En hiervoor gebruik ik vintage foto. Plak hierop mijn ondergrondje en mijn tweede ondergrondje plak ik er overheen. Met de stans heb ik uit craft cardstock de paspop gestanst. En ik heb hem daarna door een embossing folder heen gehaald. En ik ga hem nu licht opschuren. Opschuren doe ik op een stuk karton, zodat ik mijn craft sheet niet beschadig. En met mijn blending tool ga ik hier licht overheen. Als ik dit heel licht doe, raak ik alleen de geëmboste en gescheurde delen. Waardoor er een speels effect ontstaat in het geëmboste gedeelte. Vintage foto. Met 3D foam tape plak ik haar op mijn kaart.
Met een beetje water maak ik de uiteindes van mijn touw nat. Deze draai ik om mijn prikpen heen of om iets anders. Dat maakt niet zo heel veel uit. Het gaat om het effect. En dit droog ik met de heatgun. En je zult zien, als ik dit nu loslaat, heb ik daar een krul in. Bedankt voor het kijken naar deze video.